Goeiedag, mijn naam is Dirk Vermeers. Ik ben director operations bij Samsonite Europe. Als gastheer voor deze productie voor het WEVOC wens ik u van harte welkom op deze instructievideo. Alle beelden werden op onze site in Oudenaarde gedraaid, maar zouden net zo goed in een ander kunststofverwerkend bedrijf gemaakt zijn. Kunststoffen. Je vindt ze overal. Maar heb je je ooit al eens afgevraagd hoe ze gemaakt worden en door wie? Wie weet vind jij wel je droomjob in de kunststofverwerkende industrie? Wat houdt dat eigenlijk in, werken in de kunststoffen? De kunststoffenindustrie heeft nood aan heel wat uiteenlopende vaardigheden. Je vindt er dan ook mensen terug met uiteenlopende opleidingen. De kunststofsector is een heel boeiende sector met tal van uitdagende jobs en heel wat carrière-mogelijkheden. In de kunststofsector wordt gewerkt met hoogtechnologische machines, waardoor er nood is aan personeel met een goede kennis van wetenschap en techniek. Ik ben Machteling Zief. Ik genoot een technische opleiding richting mechanica en nadien een specialisatie in matrijzenbouw. Ik ben Kenneth. Na mijn masterstudie Industrie Ontwerpen heb ik een master-on-master kunststofverwerking in Oostende gevolgd om mijn kennis op het gebied van kunststoffen te vergroten. Hallo, ik ben Stefan. Na mijn studie elektriciteit heb ik mij bijgeschoold. Ik heb avondschool elektronica en injectie gevolgd. Ik ben Wim de Vos en behaalde mijn diploma elektromechanica in 1995. Vervolgens mijn diploma productontwikkeling in 2008. Er komt dan ook heel wat kijken bij het maken van afgewerkte producten die uit kunststoffen bestaan. Elk product dient vooraf ontworpen te worden. Het dient er immers zowel mooi uit te zien als functioneel te zijn. De creatievelingen op de ontwerpafdeling weten hier wel raad mee. Maar toch moeten ze ook informatie inwinnen bij hun collega's in de productieafdeling om te checken of hun revolutionair ontwerp wel gerealiseerd kan worden. Op de ontwerpafdeling teken ik de ontwerpen uit die de designer heeft gemaakt uit op de computer. Nieuwe producten worden grondig digitaal bestudeerd en uitgewisseld met de matrijsafdeling. Uiteraard moeten we rekening houden met wat realiseerbaar is in de productie. Ook voeren we verbeteringen uit aan bestaande producten. Het leuke aan de job is dat je in aanraking komt met de verschillende afdelingen en je de producten terugziet in het dagelijkse leven. Je zit in een creatieve omgeving waar je in aanraking komt met de allerliefste snufjes en designs. Als projectmanager ben ik verantwoordelijk vanaf de eerste schets van design tot en met de eerste productiefase. Hiervoor is er een nauwe samenwerking met product development en tooling. Ieder probleem die bovenkomt moet direct teruggekoppeld worden over de verschillende afdelingen heen. Een belangrijk onderdeel van mijn taak is de planning, zodoende dat het product tijdig op de markt is. Op basis van een afgewerkt 3D-design van een nieuw product wordt de matrijs geproduceerd. Een matrijs is het negatief van het te maken product waarin de kunststof, onder de vorm van granulaten, geïnjecteerd wordt om het product te produceren. Ik werk in de matrijsafdeling, waar ik in nauw contact sta met de injectieafdeling, waar ik moet proberen de productie draaiende te houden van de matrijzen. Daarnaast doe ik aan preventief onderhoud en optimalisering van matrijzen. En dit kan alleen maar de productie ten goede komen. Granulaten, dat zijn kunststofkorrels, worden in een cilinder opgewarmd, getransporteerd en in een matrijs geïnjecteerd. Het product, in dit geval een kofferdeksel, wordt in de matrijs afgekoeld en na het openen van de matrijs wordt het product uitgestoten. Op de productieafdeling dient men steeds up-to-date te zijn met de nieuwste productieprocessen om zo efficiënt mogelijk te werken en de ideeën van de ontwerpers te realiseren. Mijn belangrijkste taak is het opstarten en klaarzetten van machines voor productie. Ik voer kleurwissel en boorwissel uit. Bij het vragen van ander type koffer bouw ik de matrijs in en uit de machines. De producten moeten voldoen aan vooropgestelde kwaliteitsnormen. Hallo, ik ben Isabel. Ik werk als coördinator kwaliteit. Alle afgewerkte producten moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen. En het is mijn verantwoordelijkheid als coördinator om die controles uit te voeren. Ik heb een zeer gevarieerde job. Zo moet ik inspringen bij ploegwissel of neem ik de taak over van een productiemedewerker. Verder doe ik de kleurcontroles en de afmetingen met een kaliber. En als de producten aan hun kwaliteitsnormen voldoen, steek ik ze op stop met de hefdruk.
Zoals je ziet is werken in de kunststoffenindustrie heel boeiend. Er zijn ook heel wat mogelijkheden om een mooie carrière uit te bouwen. Zij hebben er alvast geen spijt van dat ze in de kunststoffenindustrie werken. Het project Werk en Team zorgt voor een belangrijke motivatie in mijn werk, als ook de contacten over de verschillende afdelingen heen. Er zit heel wat creativiteit in mijn werk, als ook je blijft op de hoogte van de nieuwste technologieën. Ik heb veel variatie in mijn job. Wanneer er een complex probleem opgelost wordt, geeft het veel voldoening. Elke dag is een nieuwe uitdaging. Het is een leuke job, maar je moet er steeds je hoofd bij houden. Ik heb een zeer gevarieerde job. Ik ben kwaliteitscoördinator en soms bij ploegwissel neem ik de taak over van een collega. Het is leuk samen te werken met verschillende mensen. Dat brengt heel wat verantwoordelijkheid met ze mee en dat maakt het juist zo boeiend. Een droomjob vinden in de kunststoffenindustrie? Dichterbij dan je denkt. Waar kun je opleidingen kunststoffen volgen? Kijk eens op onze website www.maakhetmetkunststoffen.be.